Sinds de wintertraining in Spanje maakt de beerster Hans Hateboer deel uit van de selectie van FC Groningen. Hij is inmiddels 20 jaar en zijn grote droom is ooit in de selectie van Real Madrid te spelen. Op ons verzoek kwam Hans nog eens terug op de plek waar het voor hem allemaal begonnen is. Het Tosveld in Beerta. Ja, is leuk natuurlijk. Vooral als je dan al die andere kinderen ziet. Ja, die hier ook allemaal lekker aan het voetballen zijn. Ja, zo is het bij mij ook ooit begonnen. Jij bent ook als F'je begonnen, toch hier? Ja, ik ben hier ook als F'je begonnen. Misschien al was ik nog niet eens F'je, maar toen ik mocht voetballen ben ik hier gelijk begonnen. En waren we hier ook op dinsdag en donderdag moesten we altijd trainen. En dan waren we hier al vroeg en dan al ver voordat we eigenlijk moesten beginnen, waren we hier al aan het voetballen. En is leuk dat je dan een voorbeeld kan zijn voor die jongetjes die hier nu allemaal voetballen. Ik zag net dat heel veel jonge spelers de F'jes naar jou toe komen en jou een hand geven. Heb jij een hele grote fanclub die nou elke keer met jou meereist bij de wedstrijden die je speelt? Nee, ze zijn wel laatst tegen Vitesse. SV Tros heeft kater gekregen van FC Groningen, zeg maar. Ja, dus er zat een heel vak vol met de hele jeugd en de hele club zat dit stadion. Zijn eerste trainer Heinrichs wist zijn pupillen goed aan te sturen. Dat was natuurlijk een hele mooie tijd, moet ik zeggen. Die hele ploeg was een hele leuke ploeg. En dat Hans natuurlijk zo ver komt, dat is geweldig. Ook niet alleen voor deze club, maar ook voor het hele dorp. Ja, hij was een spelertje die heel impulsief was. Die gedreven was, die echt wou en die ook op zijn leeftijd al bepaalde techniek had. Op 10-jarige leeftijd werd het voetbaltalent in hem al ontdekt en maakte hij de overstap naar FC Groningen, waar hij via de jeugdelftallen uiteindelijk doordrong in het eerste elftal van de FC. Ja, toen hoorde ik voor de winterstop dat ik mee mocht op trainingskamp en toen kwam ik daar als jonkie en toen Je was jaar? Ja, ik was jaar, 9 januari. Ja, toen werd ik tijdens de strandloop even in de zee gegooid. Natuurlijk ben ik er blij mee, want dat is een beetje het beleid wat we in hebben gezet. Jonge jongens uit eigen jeugd die we graag door willen laten stromen. Daar is Hans een goed voorbeeld van. Hè. Die heeft de hele jeugd doorlopen van FC Groningen. Die staat nu op de drempel van het eerste en af en toe doet hij al mee, dus dat is uitstekend. Het mooie is eigenlijk dat Hans nooit een absolute uitblinker was of een toptalent. Maar dat hij wel heeft bewezen dat je met doorzettingsvermogen en met... Tuurlijk heeft hij voetbaltalent, daar hoeven we niet omheen te draaien. Maar dat je vooral ook doorzettingsvermogen, dat er een hele belangrijke eigenschap is om ergens te komen. Dus dat heeft hij heel goed gedaan. Op 18 januari debuteert Hans in het eerste elftal van de FC. Ja, en dan na de wedstrijd dan heb je echt het dubbel gevoel van je hebt goed gespeeld. Je hebt laten zien wat je kan, maar je hebt wel gelijk gespeeld omdat jij rood pakt. Dus dat heb je heel dubbel gevoel. Maar als ik er nu op terugkijk, dan kijk ik toch wel met een goed gevoel terug op die wedstrijd. Op zijn ouders is hij heel trots. Het heeft hem mede hier gebracht waar hij nu is. Ja, we hadden een doel en dat was profvoetballer te worden. En dat heb ik ook aan hun te danken.